havengebied is per definitie een lawaaiige omgeving. Niet alleen door de activiteiten op het water waar we nu zitten, maar ook door de activiteiten aan wal. Vroeger hadden we niet de mogelijkheden die we nu hebben en gebeurde de communicatie veelal door gebaren. Vroeger, toen we het 3M-Pelter communicatiesysteem nog niet hadden, was het heel veel werken met onze handen. Vroeger waren we echt beperkt tot handsignalen. Als we dan echt iets specifiek wouden zeggen, dan moesten we naast elkaar gaan staan en dan moesten we dikwijls nog roepen, anders was het echt niet verstaanbaar. Er zijn hier een aantal standaardgebaren aan boord. Dus bijvoorbeeld als we de winch moeten slakken, dat wil zeggen vieren, dus draad steken. Dat is bijvoorbeeld laat maar komen. En als we de winch moeten hieven, dat wil zeggen dus binnenhalen, dan draaien we met ons hand. Maar dat zijn standaardgebaren. Nu stel, als er is iets gebeurd dat niet standaard is, een draad die breekt of weet ik veel wat, dan sta je daar. En dan kan je natuurlijk, dan begint het allemaal een beetje paniekerig te worden. En dan kan het wel eens zijn dat je de gebaren niet goed begrijpt. En dan sta je daar, hè. Speciaal voor lawaaiige omgevingen hebben we een oplossing die gehoorbescherming en communicatie combineert. Wij kunnen op korte afstand werken door gebruik te maken van de vrijfrequentie. We kunnen ook op lange afstand werken door te gaan koppelen met een gsm of een walkie-talkie. Deze koppeling kan via draad gebeuren of kan via bluetooth gebeuren. En bijkomend, de mensen blijven hun twee handen vrijhouden om hun taak uit te kunnen voeren, hetgeen dat bij klassieke postjes niet kan. Nu met de communicatiekappen valt het allemaal veel beter. We staan rechtstreeks contact met elkaar, ook met de kapitein. Zelfs als we elkaar niet zien, dan maakt het allemaal veel veiliger en dat werkt aangenaam. Nu met het Pelter communicatiesysteem hebben we communicatie met elkaar en kan ik veel directere bevelen geven. Dus als de draad iets te ver is of iets te weinig, kan ik direct zeggen tegen hem stoppen of meer geven. Dus het is zeker een verbetering. Erik. Zeg het maar. Kun je eens even de spanning op die trekkabel checken dat aan de halve kant hetzelfde is? Ja, maar zal ik eens checken. Als kapitein vind ik het heel belangrijk dat je dus met de mensen van aan dek in verbinding kunt staan. Omdat die dus ook een veel beter overzicht hebben van alles wat er aan dek gebeurt. Dat ik dan eigenlijk ook zou moeten weten. En daar is dit systeem perfect voor.